Bon dia, Nicole hier van Cura House Care. Ik ben hier in de prachtige wijk Jongbloed waar wij een 3-slaapkamerwoning hebben, te huur hebben, die ik jullie graag wil laten zien. Gaan jullie mee? 2 etages, zoals jullie zien, een elektrische poort met direct bij de woning een carport waar de auto onder kan staan. Ik ga eerst met jullie naar binnen toe. Kom binnen over een klein trappetje. Hekwerk voor de deur, wat hier fijn aan is. Je kan je voordeur open laten staan en je doet het hekwerk gewoon weer dicht. Dan kan het gewoon doorluchten. Dus direct als je binnenkomt heb je aan je linkerhand een grote ruimte die als lounge-ruimte, televisieruimte gebruikt kan worden. Ook de tuindeuren hebben hekwerk, dus ook die kunnen opengezet worden met een hekwerk ervoor. Zodat er gewoon alle deuren open kunnen staan. Een enorme keuken met ijskast en oven, magnetron en 4 pits fornuis. De woning is voorzien van Paratino. Dan is dit het woonkamergedeelte. Een mooie halve ronde erker met een beetje verlaagd plafond en daarboven ook nog een heel hoog plafond met ventilator. Dan gaan we hier naar de badkamer beneden. Voorzien van douche uiteraard en toilet en wasbak. Daarnaast is een slaapkamer met plafondventilator en airco. Dan is er boven een prachtige trap. Fijne brede trap ook. We hebben gelijk rechts nog een slaapkamer met een losse kast. Een plafondventilator en uiteraard een airco. Deze kamer is aan de achterzijde van de woning. Naast deze kamer is een 2e badkamer. Ook hier met toilet. Wasbak en uiteraard douchekabine met een heerlijke stortdouche. Dan komen we bij de master bathroom. Deze zit aan de voorzijde van de woning en heeft nog een klein balkon aan de voorkant. Waarmee je weer op de tuin en de straat uitkijkt. Dit balkon gaat tot hier. In deze slaapkamer zijn 2 plafondventilatoren en een airco. Dan is hier nog een zeer ruime inloopkast. Met genoeg hang- en legruimte. Er is ook alarm aanwezig in deze woning. Dan komen we in de master badkamer. Inclusief slow-close toilet. Mooie wasbakken, dubbele wasbakken. Spiegels en ook hier. Prachtige stortdouche. Zeer luxe uitgevoerd. Dit was de bovenverdieping en natuurlijk ook beneden. Dus dit was het binnenshuis. Ik ga jullie nu meenemen naar de buitenkant van deze woning. Kijk, als je hier staat, kan je het hele huis overzien. Dan gaan we de achterdeur nu naar buiten. Dan komen we op een ruime porch die helemaal overdekt is. Daar kan je een aardige tuinzet kwijt. Hier is de schuur met ook weer een carport waar een 2e auto dus onder zou kunnen staan. En een mooie tuin met groen. En nog een plaats die niet overdekt is. We gaan eerst nu naar de schuur.
heeft zo'n grote schuifdeur. Dus als je hier een auto parkeert, is dat geen probleem, want deze deur schuift. Het is een ruime schuur. Dit is van het huis zelf, dit hoort bij het huis. En voor de rest is het gewoon een grote opslagruimte. Met hierboven nog een plafonnetje. Wat sterk genoeg is om een mens te houden. En waar dus ook spullen opgeslagen kunnen worden. Dan is hier buiten ook nog om de hoek. En buiten het toilet. Heb je gasten, zit je buiten, wil je ze niet door je huis hebben of in je badkamer. Dan is hier nog een toilet. Voorzien van een sensor in het licht, dus dat is ook heel makkelijk. Er staan mooie oudere bomen. En als ik hier naartoe ga, dan kom ik aan de zijkant van de woning. Waar de waslijnen zijn. Waar ook de wasruimte is. Met zowel 110 als 220 in de vorm van deze stopcontacten. Hier kunnen dus een wasmachine en een droger staan. En ook hier is weer een soort zoldertje waar je nog wat spullen op zou kunnen slaan. Dan staan hier buiten ook de gasflessen. En zo kan je weer naar de voorkant van het huis. Hierboven is de zonneboiler. Zie je jezelf hier wel zitten? Neem dan contact op met Cure Housecare. En we maken graag een afspraak met je. Voor een rondleiding. Tot ziens.